Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren en in het bijzonder onze gasten en alle die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. Weet u hartelijk welkom bij deze oudejaarsdienst. In deze dienst gaat ook voor onze eigen predikant dominee F.W. van der Ree. Vanmiddag is in de leeftijd van 85 jaar overleden Roelof van Zwetselaar, gewoond hebben in de meent, afdeling Julianenlaan aan de Grote Beer 10, kamer B01. Nadere gegevens over het condoleren en begrafenis volgen later. Morgenochtend zal hij in het midden van de gemeente worden herdacht. Na de zegengroet zullen we de namen aflezen van 13 gemeenteleden die dit jaar zijn ontslapen. Het schriftgedeelte dat we gaan lezen is uit Jesaja 50 vanaf vers 10 tot en met hoofdstuk 51 vers 16. En het thema is: rust mijn ziel, uw God is koning. De fysieke collecte is voor pneel en de ontmoetingsactiviteiten. En de bankcollecte kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. Morgenochtend begint de dienst om 10:00. En na die tijd is de gelegenheid om elkaar Gods zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar. We zingen nu met elkaar Psalm 93, daarvan de verzen 1 en 4. En de kerkraad wenst u een rijk gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het eerste en het derde vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. We zingen Psalm 89, 1 en 3.
Gemeente, in het afgelopen jaar zijn 13 leden van onze gemeente overleden. En we willen hen in deze laatste dienst van het jaar hun namen noemen en hen gedenken. En ik wil u vragen om indien mogelijk daarbij op te staan. Op 3 januari overleed in de leeftijd van 88 jaar Teunisje van de Weerthof van Ginkel. Op 4 januari overleed Bernardus Nicolaas van Luitelaar in de leeftijd van 85 jaar. Op 14 januari overleed Klaas Bokma in de leeftijd van 91 jaar. Op 25 februari overleed Geertruida Veldhuizen-Roelofsen in de leeftijd van 89 jaar. Op 9 maart overleed Antje van Ravenhorst-Hardeman in de leeftijd van 93 jaar. Op 6 april overleed Maarten Johannes van Gelder in de leeftijd van 53 jaar. Op 23 juli overleed Laurina Verhoek-Krijger in de leeftijd van 83 jaar. Op 31 juli overleed Dirkje Prins Jansen in de leeftijd van 84 jaar. Op 16 september overleed Tini van der Haar van Dijk in de leeftijd van 94 jaar. Op 5 november overleed Erzina Janetta van der Klift-Hiens in de leeftijd van 80 jaar. Op 11 november overleed Willem Gerard de Kruif in de leeftijd van 82 jaar. Op 22 november overleed Hendrik Hermanus van Bruksvoort in de leeftijd van 81 jaar. En op 31 december overleed Roelof van Zwetselaar in de leeftijd van 85 jaar. Laten we hen in een moment van stilte nu gedenken. Gevoelens van verdriet en gemis, maar ook van dankbaarheid voor wat onze geliefden voor ons betekenden, zullen de herinneringen aan hen bepalen. Dat geldt voor de nabestaanden van de overledenen, van wie we zojuist de namen hebben genoemd, maar ook voor anderen in onze familie en vriendenkring die ons in dit afgelopen jaar zijn ontvallen. We dragen alle rouwdragenden in deze dienst op aan de God van alle genade en vertroosting, en mogen de woorden van de Heer Jezus uit Johannes 11 tot troost zijn, waar hij zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Laten we in dat licht nu ook belijdenis doen van ons geloof samen met de kerk van alle tijden en plaatsen, en daarna staande zingen uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
zullen wij samen bidden en danken. Heren, zo hebben wij de namen genoemd van 13 broeders en zusters die in het achter ons liggende jaar van ons zijn heen gegaan. En heren, we zijn hier als gemeente en samen ook met familieleden hier in de kerk of ook op afstand verbonden om hen te gedenken, Heere God. En om eraan te denken dat ons leven is als gras, als een bloem op het veld die even sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer, kwetsbaar. En dan knakt haar stil. Dan gaat haar schoonheid verloren. Heren, wij bidden u om troost in het verdriet dat juist op deze oudejaarsdag zo heel nadrukkelijk gevoeld wordt. Het verdriet dat hij, zij nu niet meer bij ons is. Het verdriet van weduwen. Het verdriet van weduwnaren en wezen. Wanneer die lege plek gekomen is. Wanneer we alleen verder moeten. En dat wellicht ook zwaar valt. Heren, u kent dat verdriet. U bent ermee bekend. Heer Jezus, u heeft zelf gehuild toen uw vriend Lazarus in het graf lag. Hij overleden was. Maar er was bij u ook heil, redding. Zelfs door de dood heen. En u zei het. Dat wie in u gelooft, niet sterven zal, maar zal leven ook al is hij of zij gestorven? Eeuwig leven. Heren, laat dat onze troost mogen zijn. Laat uw evangelie daarin krachtig en vol van betekenis voor ons mogen zijn. En dat we zo ook voor onszelf aan u verbonden zullen zijn en zullen raken, Heere God. Want zonder u is er geen toekomst. Maar met u, als we u in de geloof mogen volgen, dan zijn we op weg naar uw heerlijkheid. En heren, dan mag dat troosten voor hen van wie we dat ook weten, als familie, als gemeente ook. En tegelijkertijd is er ook die lege plek. Juist ook vandaag. Heren, weest u onze troost. Wij willen u bidden, Heren, of u ook uw zegen wil geven als we uw woord gaan openen. Wij bidden u om uw zegen bij de bediening daarvan. In het spreken, in het luisteren ernaar. Als u ons in deze laatste dienst van het jaar ook stilzet bij wat van deze tijd is en bij wat van eeuwigheid is. Heren, wij bidden u om uw zegen en het werk van uw Heilige Geest. En weest u, Heren, met ons. Weest u zelf in ons midden en raak ons aan. Doe ons hart opengaan voor u. Bewaar ons, Heren, dat we zouden worden afgeleid. Geef rust en aandacht. En dat we zo ook vanavond u mogen zien, Heere Jezus. Zoals u in het kleed van uw woord naar ons toe komt. En uzelf aan ons bekend maakt. En ons uitnodigt. Om voor het eerst of weer opnieuw ons vertrouwen op u te stellen. En met u
te wandelen. Heren, wij bidden u of u zo uw zegen wil geven in deze dienst en ook aan alle die een taak hebben in en rondom de dienst. Heren, laat dat mogen zijn tot eer van u, de drie-enige God. Heren, wij dragen ook familie van Zwetselaar aan u op. Noemen hen met name nu kort voor deze dienst Roel is overleden. Weest u met Sini, weest u met de kinderen en kleinkinderen. En Heren, geef dat ze mogen ervaren dat u er voor hen bent, juist ook nu. Heren, we bidden u of u genadig ons wil bewaren voor het werk van uw tegenstander, de duivel, die er alles aan doet om uw werk te verstoren. Geef hem geen kans, Heren, en maak zo alles goed. Hoor naar ons gebed, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Jongens en meisjes, dit jaar is bijna alles veranderd. Er zijn maar heel weinig dingen hetzelfde gebleven. Ga maar na. Je leeftijd is veranderd. Je bent in het afgelopen jaar jarig geweest en nou, misschien ben je wel 10 geworden. Het is altijd bijzonder, hè, als je van 9 naar 10 gaat. Heb je plotseling 2 cijfers. Je bent een jaar ouder geworden. Je bent vast ook groter geworden, sterker. Of misschien ook niet. Het kan zijn dat je ziek bent geworden, bent geweest. En dat je daarom juist minder sterk bent. Je bent naar een andere groep gegaan op school. Misschien dat je ook nog in de groep moest blijven. Je hebt veel geleerd. Je bent dus vast ook verstandiger geworden. Nou, zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Bijna alles is veranderd. Wat jezelf betreft, maar ook de dingen om je heen. Kijk maar eens naar je schoenen bijvoorbeeld. De schoenen die je nu aan hebt, had je die vorig jaar al? Ik denk het niet. Want je bent gegroeid en die schoenen van vorig jaar, die zijn misschien al wel lang te klein. En het kan ook zo zijn dat je schoenen misschien nog wel eens hadden gepast, maar ja, ze zijn kapot gegaan. Ze gat ingekomen, de zolder af, die moesten weg, ze zijn versleten. Dat geldt voor je kleren vast ook. Een jas stuk gegaan en je moest een nieuwe kopen. En papa en mama, die zijn natuurlijk ook ouder geworden. En soms als je goed kijkt, dan zie je dat ze al grijze haren hebben. Om over opa en oma natuurlijk nog maar te zwijgen, als je die nog hebt. Want die worden echt oud. Ja, we worden altijd, elk jaar, weer ouder. Zijn er eigenlijk wel dingen die niet veranderen? Nou, er is in de Bijbel een bijzonder verhaal, misschien heb je dat wel eens gehoord. Het verhaal, het hoort bij het verhaal, de verhalen over de woestijnreis, dat het volk Israël uit Egypte was verlost door de Heere God. En toen gingen ze door de woestijn naar het beloofde land Kanaan. En tijdens die reis gebeurde er een wonder. Iets wat ze niet meteen ontdekten, maar gaandeweg. Weet je welk wonder dat was? Dat was dat de kleren van de Israëlieten tijdens de woestijnreis niet versleten zijn geraakt. Niet verouderd zijn. Ze bleven gewoon als nieuw. Wonderlijk, daar zorgde de Heere God voor. En zijn er nog andere dingen die niet veranderen? Nou ja, de Heere God die verandert ook niet. Daar gaan we in deze kerkdienst naar luisteren. De Heere God die is altijd dezelfde. Die altijd al was, die vandaag is en die ook altijd zal zijn. Er is een tekst in de Bijbel die gaat zo, gaat over de Heer Jezus. Jezus Christus is gisteren en heden, vandaag, dezelfde en tot in eeuwigheid, voor altijd dus. Dus als je nou op Oudejaarsdag gaat nadenken aan al die dingen die veranderd zijn en die voorbij zijn gegaan, dan zegt de Bijbel, ja, let daar maar op. Kijk maar eens om je heen. Bijna alles gaat voorbij, maar er zijn ook dingen die blijven. Dat zijn de dingen van de Heere God.
Die gaan niet voorbij. Die veranderen nooit. Nou, gemeente, we gaan erover lezen in Jesaja 50, vanaf vers 10 tot hoofdstuk 51, vers 16. En we zingen daarna uit Psalm 102 en daarvan vers 15 en 16, een psalm die dat ook bezingt. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden, maar dan ook dat de Heere God geen verandering te vrezen heeft. Hij blijft altijd dezelfde. Psalm 102, vers 15 en 16, na de schriftlezing die we beginnen in Jesaja 50, vers 10. Wie is er onder u die de Heere vreest? Die luistert naar de stem van zijn knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Zie, u allen die een vuur aansteekt, die u met brandpijlen omgordt, wandel in de vlam van uw vuur en in de brandpijlen die u hebt aangestoken. Van mijn hand overkomt u dit, in smart zult u neerliggen. Luister naar mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de Heere zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent, de holte van de put waaruit u gegraven bent. Aanschouw Abraham, uw vader, en Sara die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep ik hem. Ik zegende hem en maakte hem talrijk. Want de Heere zal Sion troosten. Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden. Haar wildernis als de hof van de Heere. Dat is het paradijs. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang. Sla acht op mij, mijn volk, mijn natie, hoor mij aan, want een wet zal van mij uitgaan en mijn recht zal ik tot rust doen komen, tot een licht voor de volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil treedt tevoorschijn en mijn armen zullen de volken oordelen. De kustlanden zullen op mij wachten en op mijn arm zullen ze hopen. Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar mijn heil zal voor eeuwig bestaan, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Luister naar mij, u die de gerechtigheid kent, volk dat mijn wet in zijn hart heeft. Wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen. Wees niet ontsteld door hun beschimpingen. Want de mot zal hen opeten als een kleed. De mottenlarve zal hen opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan en mijn heil van generatie op generatie. Ontwaak, ontwaak. Bekleed u met kracht, arm van de Heere. Ontwaak als in de dagen van weleer, als bij de generaties van vroeger even. Bent u het niet die Rahab hebt neergehouden, het zeemonster doorboord? Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd, de wateren van de grote watervloed, die de diepten van de zee gemaakt heeft tot een weg, zodat de verlosten erdoor konden gaan? Zo zullen wie door de Heere zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Ik ben het die u troost. Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling die sterven moet? Voor een mensenkind, gras dat vergaat. En dat u de Heere vergeet die u gemaakt heeft, die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest. En dat u voortdurend de hele dag angstig bent vanwege de woede van de onderdrukker, wanneer hij zich gereed maakt om u te gronden te richten. Waar is dan de woede van de onderdrukker? De geknevelde zal snel worden losgelaten. Hij zal niet sterven in de put van ellende. Zijn brood zal hem niet ontbreken. Want ik ben de Heere, uw God, die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Ik leg mijn woorden in uw mond.
en bedek u onder de schaduw van mijn hand, om de hemel te planten en de aarde te grondvesten, om te zeggen tegen Sion, u bent mijn volk. Gemeente, na het amen van de preek zingen we lied 354 uit de bundel Weerklank. Rust mijn ziel, uw God is koning. Dat is ook het thema voor de preek van deze avond, deze middag. Rust mijn ziel, uw God is koning. En daarbij hebben we twee gedachten en die komen ook terug in dat eerste couplet. We zingen straks alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Nou, de eerste gedachte is dat alles verandert.
Maar de tweede, dat God niet verandert. Dus het thema is rust mijn ziel, uw God is koning. Alles verandert, maar God verandert niet. We zingen lied 354, alle drie die coupletten na het amen van de preek. En gemeente, wij luisteren naar Jesaja 51 en daarvan het zesde vers. Waar we het volgende lezen. Waar het profetische woord tegen ons zegt op deze laatste dienst van het jaar. Sla uw ogen op naar de hemel. En aanschouw de aarde beneden. Want de hemel zal verdwijnen als rook. De aarde zal verslijten als een kleed. Evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar mijn heil zal voor eeuwig bestaan. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Ja, gemeente, is dat niet waar? Alles verandert. Mensen veranderen. Samenleving verandert. De technologie verandert. De economie. De politiek. Verandering is overal om ons heen. Dat is hoe het gaat. Dat is het hoe het ook altijd al gegaan is. Dat hoort bij ons menselijk bestaan. En daar worden we in het bijzonder bij stilgezet. Bij momenten zoals vandaag, Oudejaarsdag. Als je op de drempel staat om van oud naar nieuw te gaan. En dan realiseer je dat oude jaar, dat is straks ook alweer geschiedenis. En het nieuwe jaar breekt aan. Wat heeft het afgelopen jaar u gebracht? U zult daar allemaal wel iets van kunnen noemen. Je denkt vandaag misschien terug aan die ene speciale dag waarop het feest was. Omdat er iets te vieren was. Bijzondere verjaardag. Of dat je een kind uit Gods hand ontving. Een huwelijksjubileum. Toen je diploma kreeg. Nou, noem het maar op. Of u denkt terug aan die ene dag die eigenlijk een zwarte rand heeft. De dag van verdriet. Verdriet vanwege het sterven van een geliefde. Rouw die er kwam. Of verdriet omdat het zo misging in de familie. Met vrienden. Dat er ruzie kwam. Weet je hoe het ook is, hoe je ook terugkijkt. Eén ding is zeker. Voor ons allemaal geldt dat het afgelopen jaar vele veranderingen heeft gebracht. In uw persoonlijk leven, maar kijk ook naar de wereld om ons heen. De oorlog die er gekomen is in Gaza en in Israël. Verandering in de politiek. Nou, zo kan ik nog van alles opnoemen. En met dat er nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, neem je dan ook automatisch afscheid en soms ongemerkt afscheid van het oude. Van wat eraan vooraf is gegaan. En we weten niet wat het nieuwe jaar zal brengen, maar één ding is zeker, wat vandaag nieuw is, dat zal vroeger of later ja, ook weer vergaan, vervangen worden, veranderen. Dan is het weer geschiedenis en de tijd tikt verder. Zo gaat het, zo zal het blijven gaan tot de dag van Jezus' wederkomst. Hoe ervaart u dat? Dat kan lastig voor je zijn, al die veranderingen. Soms dan zit je karakter zo in elkaar dat je alles het liefste bij hetzelfde houdt. En als je wat ouder geworden bent, dan kan het wel eens zo zijn dat het je duizelt. Wat gaat het allemaal snel? Ik hou het niet meer bij waar mijn kinderen, mijn kleinkinderen mee bezig zijn. Hoe ze in razend tempo al die nieuwe ontwikkelingen die er zijn omarmen en ermee om weten te gaan. En als je het afgelopen jaar alleen kwam te staan, wat kan dat ook moeilijk zijn? Om dan alleen verder te moeten. Die lege plek, die lege stoel. Misschien maken veranderingen je ook wel eens bezorgd. Als ouders bijvoorbeeld.
gaan sommige ontwikkelingen niet al te snel. Als je je kinderen in het afgelopen jaar naar de middelbare school zag gaan, voor het eerst. En je ziet ze veranderen, je ziet ze groeien, mooi. Maar misschien ook wel dat je voelt, ik moet ze al meer loslaten. Ben je er al aan toe? Je dochter, je zoon komt thuis. Pap, mam, ik heb verkering. En je schrikt. Is het zover? Verandering in gemeente, ze kunnen je moeite geven, maar ze kunnen natuurlijk ook heel welkom zijn. Als je te horen krijgt dat er een nieuw medicijn is voor de kwaal waar je al zo lang aan lijdt. Dat maakt je hoopvol. Als een ruzie in de familie werd bijgelegd, het weer goed is. Gemeente, aan zulke veranderingen wen je juist snel. Die zijn fijn en goed. Gemeente, vanmiddag zette Heere God ons bij monden van Jesaja erbij stil dat ons leven en de wereld waarin we leven inderdaad zo in elkaar zit. Ja, het is zelfs een opdracht om daarbij stil te staan. Leest u maar in vers 6. Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook. De aarde zal verslijten als een kleed. Evenzo zullen haar bewoners sterven. Met een opdracht die gericht is aan de Israëlieten die in ballingschap zijn. Met name aan dat deel wat oprecht gelovig is. We zijn expres begonnen met te lezen in hoofdstuk 50, want daar klinkt het, wie is er onder u die de Heere vreest? Die luistert naar de stem van zijn knecht. En aan het begin van hoofdstuk 51 zegt de Heere dan, luister naar mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de Heere zoekt. Kijk gemeente, zo is het kennelijk in Israël. Er zijn Israëlieten die werkelijk God vrezen, die werkelijk hem zoeken, die op hem steunen, die zijn wil zoeken te doen. Maar er zijn ook anderen. Die horen ook bij Israël, die dragen ook de naam Israëliet, onderdeel van Gods volk. Maar het heeft voor hen geen betekenis. In die zin dat je in hun leven vrucht van geloof zou zien. Dat je zou zien dat de wet van de Heere God ook inderdaad in de praktijk iets betekent voor hen. Dat ze daaruit leven. Nee, zij leven voor zichzelf. Ze zijn eigenlijk ongelovig. En dat terwijl het volk als geheel toch zoveel heeft meegemaakt. Want gemeente, als het nou om verandering gaat, dit gedeelte, Jesaja 50 en 51, dat zijn profetieën die al gaan over de tijd dat het volk in ballingschap zal zijn weggevoerd. De ballingschap die zou komen als straf op hun ongehoorzaamheid aan de Heere God, als het oordeel van God. Over al die eeuwen waarin zijn volk Israël, waaraan hij zich verbonden had, hem en de dienst aan hem heeft ingeruild voor de afgodendienst. Het volk vroeg in overgrote meerderheid niet meer naar God en leefde niet meer bij zijn woord. Ze leefden hun eigen leven en ze hadden het verbond met hem verbroken. En dan is de ballingschap gekomen. En dat heeft sommigen stilgezet. Die zijn tot bezinning gekomen. Wellicht ook aangespoord door die kleine minderheid die er altijd geweest is van hen die wel trouw waren aan de dienst aan de Heer. Er zijn er die hem vrezen. Er zijn er die de gerechtigheid najagen. Er zijn er die willen luisteren. Wat zegt de profeet? Wat zegt God? Weet je, dat is een onderscheid wat er dus altijd weer is. Daarom moet een preek, als het profetisch woord opengaat, ook onderscheidelijk zijn. Onderscheidend zijn. In het volk van God en dus ook in de kerk, in zijn gemeente, is het een mengelmoes van mensen. En de een die staat vast in geloof,
Die is daar ten volle van overtuigd, kan daarvan getuigen, is erin gegroeid. Een ander die is misschien nog maar net op weg en daar wiebelt het allemaal nogal. Als dan je geloof beproefd wordt, ja, dan heb je het gevoel dat je zo omwaait. Dan komen er zo die vragen. Is God er nou wel eigenlijk? Bestaat hij wel echt? Als dit allemaal gebeurt? Ik voel hem niet, ik mis hem. En er zijn er ook die niet geloven. Nog niet. Misschien is God ermee bezig, is de geest ermee bezig. Of misschien ook al heel lang niet. Dat het aan de buitenkant misschien wel lijkt. Dat je daarbij hoort. Dat je christen bent. Maar eigenlijk ben je het niet. Je bent niet van Christus. Je hart is voor hem gesloten. Gemeente, is er wat dat betreft iets veranderd in het afgelopen jaar? U heeft een heleboel preken gehoord als u hier kwam. Of elders. Wat is er gebeurd? Is er wat gebeurd? Met uw geestelijk leven? Ben je misschien in het afgelopen jaar tot geloof gekomen? Brak er iets van binnen? Verlangde je naar God? Naar de Heer Jezus? Ben je gegroeid in je geloof? Was het misschien het jaar van je belijdenis? Hoe is het nu? Heb je vruchten laten zien van Gods geest, als je terugkijkt? Waren die er? Ben je toegenomen in kennis over God en zijn woord? Heb je geloofservaring opgedaan? Misschien wel door de diepte heen, hè? Of ben je juist achterop geraakt? Want gemeente, daar spreekt de Bijbel ook over in Hebreeën 12. Dat je achterop kunt raken in de genade. Dat betekent dat je daar eerst bij leefde, dat het belangrijk voor je was. Maar ja, je raakt achterop. Dat kan komen doordat er dingen zijn die je daarvan afleiden. Mensen of gebeurtenissen of misschien wel gewoon je baan. Of je zo druk bent. En dat je eigenlijk, als je nou de balans eens opmaakt, zo op Oudejaarsdag, dat je zegt, ik ben eigenlijk achterop geraakt. Of is het misschien nog anders? Is er status quo? Stilstand? Ook dit jaar was niet het jaar waarin je je hebt bekeerd tot God. Het was niet het jaar waarin je hem bent gaan zoeken en met hem bent gaan leven. Hoe maakt jij de balans op? Leef je voor jezelf of leef je voor hem? Leef je bij het hier en nu en dus bij wat vergaat? Of leef je bij wat eeuwig is? Want gemeente, daar roept de Heere God ons vanmiddag nou toe op. Om dat onderscheid onder ogen te zien en daarbij stil te staan. Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw, dat wil zeggen, kijk heel zorgvuldig naar de aarde beneden en bedenk dan het volgende. De hemel zal verdwijnen als rook. Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens buiten bij een vuurtje gestaan, misschien wel fikkie gestookt, mag natuurlijk niet. Maar misschien vanavond bij de vuurkorf. En dan zie je, als er vuur is, dan is er vaak ook rook. Maar als het een beetje waait, die rook, nou ja, dat is meteen ook weer weg. Ja, dan is er wel weer nieuwe rook. Maar dat verwaait meteen weer in de wind. Dan zie je er niks meer van. Nou, zo zal de hemel, de lucht die wij zien, die zal vergaan. De lucht met de wolken, dat gaat voorbij. Dat blijft niet altijd. En de aarde, zegt de Heere God, die zal verslijten als een kleed. Je kleren die slijten. Zei ik net al wat over tegen jullie jongens en meisjes. Die heb je een keer gekocht, toen waren ze prachtig. Maar op een gegeven moment dan worden ze ouder. Misschien dat je er een keer een gat in valt. En dan zegt je moeder van nou, die moet helemaal weg. Kleren slijten. Zo, zegt de Heere God, slijt de aarde ook.
en die vergaat. Hemel en aarde, alles waarin wij leven is vergankelijk. Ja, en dan gaat het nog één stap verder, wij zelf ook. De bewoners van de aarde, evenzo zullen haar bewoners sterven. Sommige vertalingen die vertalen dat wat anders. Die zeggen, als muggen zullen haar bewoners sterven. Nou, een mug stelt niet veel voor. Daar heb je er veel van, maar die sterven ook snel. Nou, zo sterven de mensen. Het lijkt alsof het allemaal niks voorstelt. Zo snel gaat het, zoveel zijn het er ook. Met de Heere God, die houdt zijn volk erbij stil. Dat gelovige deel van zijn volk met name. Kijk eens om je heen. Zie je het? Alles wat er is, het is vergankelijk, het gaat voorbij. De tijden veranderen, het ene komt, het andere gaat. En de jaren verglijden. En gemeente, waarom moet je daar nou bij stilstaan? Nou ja, dat is allereerst om het te belijden. Om je dat in te leven. Ik ben vergankelijk. We hebben daarnet de namen genoemd van hen die in het afgelopen jaar uit de kring van onze gemeente zijn gestorven. En dan zie je dat terugkomen. We zijn met hen het jaar 2023 ingegaan. Maar we eindigen het niet met hen. En gemeente, hoe komt dat? Dat u en ik vergankelijk zijn. Dat veroudering en teloorgaan er is voor mensen en in de hele wereld. Het is vanwege de zonde. Het is maar niet dat je dat moet constateren vanavond en zegt, ja, zo is het. Een soort stand van zaken. En dat je het voor kennisgeving aanneemt. Alles verandert, alles veroudert, alles vergaat. Nee, gemeente, het evangelie dat peilt dieper. Er ligt een oorzaak onder. En die oorzaak is het oordeel van God. Ook 2023 lag onder het oordeel van God. En dat oordeel dat is dat de dood gekomen is als straf op de zonde. Weet je dat we aan het einde van een jaar zo'n lijst met namen moeten voorlezen? Dat we moeten stilstaan bij hen die niet meer onder ons zijn. Dat laat zien dat ook het afgelopen jaar die dood er is geweest. En dat die wereld een ellendige wereld is geworden. Dat is niet maar haar lot. Het is omdat Gods oordeel erop rust. En als Jesaja 51 ons daar vandaag bij stilzet. Weet je, moet je dan niet schuld belijden? Ja, niet God de schuld geven. Kijk, wij hebben het misschien maar liever niet over het oordeel van God. Want kun je met zo'n God wel leven? Dat zeggen mensen wel eens. God is toch liefde? Daar past toch geen oordeel bij? Een God die oordeelt en het kwaad straft. Want ja, dat is het dus. Hij straft het kwaad. Hij laat dat niet zomaar voortbestaan, het kwaad. Hij straft het, hij oordeelt het, maar ja. Weet je, iemand die het kwaad niet laat voortbestaan, maar het straft en beëindigt. Dat is toch juist goed? Doet de overheid ook. Als je te hard rijdt op de snelweg, dan verdien je een bekeuring. Je krijgt hem niet altijd, soms kom je weg met een waarschuwing. Maar het is een eerlijke zaak als je hem wel krijgt. Kun je niks van zeggen. Stel u voor dat de overheid er niks aan zou doen. Dat iedereen met hoge snelheid zo zou kunnen rijden. Nou, u weet dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Dan wordt het een chaos. Gemeente, stel dat God het kwaad niet zou straffen. Als het kwaad geen consequenties zou hebben. Als de zonde geen consequenties zou hebben. Dan kon het voortwoekeren. Dan kon het van kwaad tot erger en tot nog erger gaan. Ja, gemeente, dan zou het kwaad evenveel recht hebben om te bestaan als het goede. Als dat wat van God is. Maar dat recht heeft het niet. God is rechtvaardig. En hij weet wat goed is
en ook wat kwaad is. En hij heeft het ons geopenbaard in zijn wet en in zijn woord. Hij laat het je zien. Hij roept je er ook toe. Met vers 1. Om dan gerechtigheid, zijn gerechtigheid, zijn recht na te jagen. En de Heere te zoeken. Om in zijn wegen te gaan. Maar gemeente, dat is omdat hij het kwaad het recht ontzegt. Omdat hij de duivel het recht ontzegt. Om zijn claim te leggen op mensenlevens. En op zijn schepping. Nou gemeente, dat is de eerste reden. Waarom je moet bedenken dat alles vergankelijk is. Dat je dus schuld beleidt. En zegt, ja Heere God, daar val ik ook onder. Onder uw recht en onder uw oordeel. Maar nou is er nog één. Want gemeente, als nou alles veranderlijk is en vergankelijk, ja, stel daar dan dus niet je vertrouwen op. Onze tekst roept ons tot nuchterheid en realiteitszin. Alles is tijdelijk. Dat is niet hetzelfde dat alles betekenisloos is. Zeker niet. Het is wel degelijk belangrijk om in je leven je verantwoordelijkheid te nemen. Om God lief te hebben, om je naaste lief te hebben als jezelf. Om met zorg en ontferming met anderen om te gaan. Of dan gaat het over je werk of ook over de kerk. Weet je, niet alles wat tijdelijk is, is betekenisloos. Zeker niet als het Koninkrijk van God betreft. Maar wie gerechtigheid najaagt en de Heere zoekt, die weet één ding. Alles wat ik doe en alles wat er is, staat tussen haken. De haken van de tijd. Het begin ervan en het einde ervan. Want niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, het zal eenmaal vergaan. En dat geldt ook voor jezelf. Gedenk te sterven. Memento mori. Bent u er klaar voor? Als dat zou komen. Het is niet vanzelfsprekend dat je straks 2024 ingaat en dan over een jaar ook weer uit. Dan is er waarschijnlijk weer een lijst. Staat jouw naam erbij? Dat kan. En daarom, gemeente, zet je hart niet op wat tijdelijk is. En als je nog zonder God leeft, neem dan vanavond nog de toevlucht tot hem. Ga op je knieën, ga bidden. Zoek hem. Laat hem je leven vullen. En niet alles wat van deze aarde is. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Daar zal dominee Mulder morgen met u over nadenken. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want dan kom ik bij het tweede. Alles verandert. Maar God verandert niet. Als alles verandert, als je dat nou onder ogen ziet en bedenkt, ja, alles verandert, is eigenlijk waar. Nooit zo bij stilgestaan misschien. Maar is er dan wel iets om houvast aan te hebben? Als voor alles geldt dat het ergens tussen haken staat, moet je dan ook alles maar relativeren? Ja, dan is eigenlijk niks meer zo belangrijk, toch? Is er dan wel iets om voor te leven? Is er wel iets wat je als je uitgangspunt kunt nemen? En ook als je doel, waar je naartoe kunt leven. Nou, vers 6 zet ons niet alleen stil bij vergankelijkheid, maar ook bij eeuwigheid. Tweede gedeelte van het vers. Maar mijn heil, zegt de Heer, mijn heil zal voor eeuwig bestaan. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Gemeente, is het nou niet heerlijk om vanavond te weten dat er één ding is wat niet verandert. Namelijk het heil en de gerechtigheid van God. Heil, dat betekent redding, verlossing. Dat God met zijn werk doorgaat. Dat hij het licht in de duisternis doet schijnen. In vers 4 en 5 wordt dat zo gezegd. Een wet zal van me uitgaan en mijn recht zal ik tot rust doen komen. Tot een licht voor de volken.
Mijn gerechtigheid is nabij en mijn heil treedt tevoorschijn. Daarin hoor je de boodschap van Kerst. Gods heil komt in deze wereld en het komt in de vorm van een kind in de kribbe. Het komt in de vorm van zijn eigen zoon, die menselijk vlees en bloed aanneemt. En die vanuit de hoge hemel neerdaalt naar onze aarde. Naar die aarde die onder dat oordeel ligt, waar de dood heerst, waar het zo duister is en altijd alles weer vergaat, ook wat zo mooi is en waarvan je zo genieten kunt. Maar nou zegt de Heere God hier, bedenk nou dit. Mijn heil zal voor eeuwig bestaan. Ik ga door met mijn verlossingswerk. En Israël, voor Israël betekent het dat ze eerst uit de ballingschap terug zullen keren naar Jeruzalem, naar Sion. Maar dat is nog maar het begin van hoe God verder gaat. Zijn zoon wordt geboren. En hij zal het voltooien tot op de jongste dag. Als hemel en aarde voorbij gaan. Gemeente, wat er ook verandert, deze boodschap verandert niet. En het is de boodschap dat er voor ieder die leeft een weg is tot behoud. Dat er voor ieder op deze aarde licht is. En daar mag je in gaan leven. Misschien doe je het al. Daar mag je in gaan staan. Een wet voor de volken. Een woord voor de wereld. Een boodschap van verlossing en leven. Van toekomst in en dankzij hem, de Heer Jezus. En ook de boodschap van zijn gerechtigheid. Gods gerechtigheid, gemeente, die geeft op twee manieren houvast. Nou, op meer manieren, maar ik noem de twee. Allereerst geeft het houvast omdat het kwaad en de zonde in deze wereld, en ik noem het nog een keer, dus geen recht van bestaan heeft. Zijn gerechtigheid, die zal bestaan. God zelf is en blijft rechtvaardig. En gemeente, daarom kan het kwaad het niet overwinnen. Hij zal oordelen. En ja, eenmaal is dat oordeel totaal als Jezus terugkomt. En dat is omdat hij deze wereld niet loslaat, omdat hij u en mij niet aan onszelf overlaat. Zou hij dat doen, dan gingen we ten onder in het duister, in het oordeel van hem. Maar het duister mag het niet winnen, zal het niet winnen. Hoe donker het ook kan zijn, hoeveel ervan je ook kunt zien. Weet dit, bedenk dit, vandaag. Gods gerechtigheid zal niet verbroken worden. Gemeente, dat geeft hou vast. Duidelijkheid. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dit is hoe het zal zijn en hoe het zal gaan. Gods gerechtigheid, zijn wet, zijn woord, die houdt stand in eeuwigheid. En dat was er ook in het afgelopen jaar. En dat zal er ook zijn in het nieuwe jaar. Dat woord spreekt over hem. Over wat zijn wil is voor uw leven. En dat is eigenlijk glashelder. Dat maken wij soms wel heel moeilijk voor onszelf. Dan omgeven we dat met allemaal vragen. Van ja, wat is nou Gods wil met mijn leven? Ja, dat is eigenlijk heel helder. Hetzelfde als wat hij voor Israël wil. En verlangt. Leef met mij. Vertrouw op mij. Zoals het zo mooi staat in vers 10 van hoofdstuk 50. Als je in de duisternis gaat en geen licht hebt, vertrouw dan op de naam van de Heere, staat er. En die naam, dat is Heere. Dat is de God van het verbond, de God die je dus nooit loslaat.
die altijd vasthoudt. De ik zal er zijn. En ik ben er nu ook. Ik ben trouw. Kijk, en dan hoeft het niet uit jezelf te komen. Gemeente, dat najagen van gerechtigheid. Je zou erbij kunnen denken, nou, dan moet 2024 wel een heel ander jaar worden dan 2023. Want ja, daarin is dat allemaal niet gelukt of heb ik dat helemaal niet gedaan. En dan heb ik me misschien voor, goede voornemens, om dat in het nieuwe jaar wel te doen. Dan moet het een topjaar worden in geloofsopzicht. Vergeet u het maar. Gemeente, Gods heil en gerechtigheid komt niet tot stand door mensen. Als dat zo zou zijn, ja, dan biedt het je geen houvast. Het is de Heere zelf die het doet. Het is Jezus Christus die het doet. Hij heeft met zijn leven de prijs betaald die erbij hoort. De prijs voor onze schuld en zonde. Hij is onze gerechtigheid. In hem verklaart God je rechtvaardig. Ook al ben je dat zelf niet. Maar in hem word je het. Doordat hij Gods wil volledig heeft gedaan, zijn gerechtigheid volledig heeft waargemaakt in zijn eigen leven. Maar toen toch gebogen heeft. Toen toch gebroken is onder het oordeel van zijn vader in de dood. Zodat hij tegen u en mij zou kunnen zeggen. Ik heb het voor u gedaan. In jouw plaats. Weet je, dat kan toch rust geven of niet? Rust, te midden van alles wat verandert. Laat dat nou de plek zijn waar je het anker van je levensschip op laat rusten. Zijn heil, zijn gerechtigheid, zijn woord, ja, zijn zoon, de Heer Jezus zelf. God zelf verandert niet. Hij is en blijft die God die doorgaat met zijn werk op aarde en die uit het hele menselijk geslacht, uit alle tijden en plaatsen, zich een volk en een kerk bijeenbrengt. Die zal delen in het eeuwige leven door het werk van zijn geest. Die de gerechtigheid van Christus, die je daarvan overtuigt en het in je hart schrijft. En gemeente, wat er dan in het afgelopen jaar allemaal anders is geworden. Dit blijft. Zijn koninkrijk blijft. Te midden van alles is het dit. Zijn trouw. Zijn liefde, genade en ontferming. En eenmaal zal het in heerlijkheid komen. Als Christus opnieuw komt om te oordelen. Omdat het kwaad zal worden weggedaan. En hij zal ook de levende en de doden oordelen. En dan zal de dood er niet meer zijn. En geen rouw en verdriet. Dan is er alleen nog maar zijn heerlijkheid en zijn heiligheid. Voor hen die zullen wonen op de nieuwe aarde. Gemeente, laat daar ons hart rusten. Dit moeten we bedenken. Dit mogen we bedenken. En daarom rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken. Maar hij zelf verandert niet. Amen.
Zullen we danken en bidden? Heer, zo mogen we toeleven naar dat moment dat we straks het oude voor het nieuwe jaar wisselen. Heer, voor ons is dat een betekenisvol moment, maar voor u is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. U bent de God van eeuwigheid immers. Maar Heer, u kent ons, want u bent immers gekomen in het vlees, Heer Jezus. U bent mens geworden op deze aarde. U heeft dat ook meegemaakt. Alles wat wij hier meemaken. En u kwam om te voldoen aan het recht van uw Vader. En nou mogen wij rusten. Rusten bij die blijde boodschap van heil, redding en verlossing in u. Heere, geef ons die rust. Geef dat we daar ook bij zullen rusten, dat we onze rust ook daar zullen zoeken. Dat u koning bent. Dat u alles in uw hand houdt, bij alles wat verandert. En dat u zelf nooit verandert. En dat uw evangelie nooit verandert. Uw woord houdt stand in eeuwigheid. Wij danken u dat u ook deze middag uw woord wilde geven. Geef dat het met ons mee mag gaan, in ons hart en hoofd. En dat we zo het oude jaar uit kunnen. En breng ons dan als gemeente ook morgen weer in de nieuwjaarsdienst bijeen. Wanneer we dan ook het nieuwe jaar met uzelf en met uw woord mogen beginnen. Bewaar ons in de komende nacht. En schenk ons zo uw zegen. En troost ons, bemoedig ons, vermaan ons. Hoor naar ons gebed. In Jezus' naam. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Meten, wij zingen tot slot uit de avondzang, het 2e en 7e vers. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te geven voor de voortgang van het werk in Gods Koninkrijk.
Ga dan in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zo ja.